Leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebouw. Ik ben een journalist. Ik schrijf over popcultuur en ik ben de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man: Superhelden, Geeks en Fancultuur, wat vorig jaar verschenen is. En dit is een comic. Spectaculaire Spider-Man nummer 111. Van heel wat jaartjes terug. Het was voor mij een beetje een gekke week deze week. Ik had een stuk ingeleverd voor Submarine Channel over live vloggers. Mensen die dus over hun leven boeiende vlogs maken. Mensen zoals Casey Neistat bijvoorbeeld, die staat bij mij in die lijst. Bij Submarine Channel doen we wel eens top 5 namelijk, van bijzondere makers. Of 5 tips hoe je een verhaal moet schrijven. Of tools om dingen te maken, zeg maar. Maar ook dus dit soort top 5'en, top 5 boeiende YouTubers. En ik vind het heel erg inspirerend om naar andere YouTubers te kijken. Dat geeft ideeën voor mezelf hoe ik dit kanaal wil gaan vormgeven. En ook soms hoe ik dat niet wil doen. Wat ik namelijk niet wil is alleen maar recensies doen van strips bijvoorbeeld. Zo nu en dan zal ik wel een strip bespreken. Want ik schrijf niet helemaal veel over strips en ik heb veel met strips te maken. Maar een echte doorgewinterde recensent is bijvoorbeeld de stripvlogger. En die krijg ik binnenkort over de vloer om over mijn boek Mijn Vriend Spider-Man te praten. En daarom ben ik een beetje mijn kantoor aan het opruimen. Want als ik allemaal stukken achter elkaar schrijf, dan wordt het nog wel eens een bende hier al. En weinig tijd om op te ruimen. Dus ik heb deze week ook wat tijd genomen om de boel een beetje op te ruimen. En mijn boekenkasten ook weer te ordenen. Ik heb eindelijk van Heinz de delen van Heinz die ik heb bij elkaar kunnen zetten. Want het leuke is aan alfabetisch je kast vol stoppen, zeg maar. Het alfabet is een prachtig systeem. Alleen sommige letters zijn oververtegenwoordigd en andere niet. En dan opeens ontstaat er heel veel krapte op bepaalde planken. Dus ik ben constant eigenlijk dat aan het corrigeren, zeg maar. Dan vraag je misschien af waarom liggen die kruidnageltjes hier op de plank. Nou, dat is om zilvervisjes en andere papiervreters, zeg maar, tegen te gaan. Want die houden daar niet van. Dus als je dat op de onderste plank neerlegt, schijnen ze niet omhoog te komen, mocht je zilvervisjes in huis hebben. Want dit is natuurlijk allemaal papier. En dat vinden ze gewoon erg lekker, die beesten. Daar moet je mee oppassen. Dus vandaar wat kruidnageltjes hier en daar op de boekenplank. Maar daar was ik deze week dus mee bezig, eigenlijk. En ik kijk heel erg uit naar het gesprek met Marcel. En terwijl ik aan het opruimen was, moest ik ook aan deze comic denken. Deze Spider-Man comic. De cover is gemaakt door Todd McFarlane natuurlijk. Want die maakte toen Spider-Man in de tijd. We praten over 1989. En daar heb ik het wel vaker, geloof ik, over gehad met jullie. Maar ik moest vooral denken aan deze twee dames. Antloos en Sigrid Lancaster. Op hun webnieuwspagina deze hebben ze namelijk over hoe de stripdagen waren. En hoe goed de comics van Junior Press toen ontvangen zijn. Het gaat dus over de stripdagen van 1988. Maar deze twee dames zijn wat mij betreft helden. Eigenlijk vind ik alle medewerkers van Junior Press uit die tijd helden. Want zij brachten mij in aanraking met de comics van Marvel. En toevallig staat er een brief in van Vincent Brands, en die vraagt wie werken er allemaal bij Junior Press. En dan geven ze daar antwoord op in deze comic. Dus in de tijd was dat Ans Loos, Jan de Rooij, Ger Apeldoorn. Waar ik laatst dus dat boek over Eppo ook besproken heb. Die nu bij Eppo ook werkt. En ook een boek over Matt heeft geschreven. Siebe Snoeren, die deed de vertaling onder andere ook van Spider-Man. En Sigrid Lancaster. Nou, er staat niet bij wat Sigrid precies doet. Maar ik denk dat ze redactieassistente was. En andere dingen ook deed. Maar deze mensen die maakten dus die comics, die vertaalden ze en brachten ze in het Nederlands uit. En het was niet altijd een heel erg winstgevende toestand. Sommige series sneuvelden ook. Maar dat waren dus echt, ja, echt helden. En in die tijd hadden ze ook een soort actie. Superhelden maken geen geheim van. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi idee. Dat je dus uitkomt voor wat je tof vindt. Voor je passie, voor je... Hè, wat eigenlijk geeks nu doen en misschien wat makkelijker doen dan in de tijd. Want in 1989 werd je toch altijd een beetje raar op de middelbare school aangekeken. Als je zegt van, nou, ik luister naar bepaalde muziek. Of ik lees strips en comics. Nu kun je tegenwoordig wat makkelijker over straat met je Spider-Man en Superman t-shirt. Maar toen was het toch wel wat lastiger. Behalve dan als je met een Batman t-shirt rondliep.
Want in die film kwam de, in dat jaar kwam de film van Tim Burton uit. Dus opeens was Batman eventjes cool. Maar dankzij dit soort dames heb ik een hele toffe jeugd gehad. En ook dankzij Sybe Snoer die de vertaling deed en de andere medewerkers van Junior Press. Dus die wil ik graag eventjes deze twee aan jullie laten zien. Het is wel jammer dat het uiteindelijk gestopt is. En dat er nu bijna helemaal geen Nederlandstalige comics meer zijn voor jonge lezers. Er worden natuurlijk nog wel DC comics in het Nederlands uitgebracht. Waar Peter de Bruin en Olaf Beemer aan meewerken als vertalers. Maar Junior Press was echt wel heel bijzonder. Want die deden zowel de Marvel comics als de DC comics. En met heel veel plezier kijk ik daaraan terug. Maar dat idee van superhelden maken geen geheim van. Dat is natuurlijk iets wat we nu nog steeds kunnen en moeten toepassen, vind ik. We moeten gewoon uitkomen voor wat we leuk vinden. En dat kan je als geek heel makkelijk doen door je t-shirts te dragen bijvoorbeeld. En dat soort zaken. En gewoon comics te kopen. Maar ook cadeau te doen bijvoorbeeld aan andere mensen. Als je denkt van nou, die lezen nog geen strips. En je denkt, die zijn wel potentiële lezers. Zou je bijvoorbeeld comics aan die mensen cadeau kunnen geven voor verjaardag of weet ik veel wat. Maar dit draait eigenlijk verder. Dat je gewoon eigenlijk altijd moet kunnen uitkomen voor wat je leuk vindt. En waar je voor staat. En wie je bent. En dat geldt dus ook wat mij betreft voor seksuele oriëntatie. En misschien wel politieke kleur. Ik heb laatst het aan de stok gekregen met een paar mensen. En die dus niet helemaal open stonden. Of eigenlijk helemaal niet voor andermans ideeën. En ik denk, nou, dat soort mensen zijn mijn vrienden. Dus gewoon eigenlijk niet. En dat is toch een belangrijke levensles. Dat je gewoon altijd met je vrienden zaken moet kunnen bespreken. Zonder dat je per se het met elkaar eens hoeft te zijn daarover. Helemaal niet zelfs. Maar wel dat je in ieder geval open staat voor andermans ideeën. Nou, dat waren deze mensen absoluut niet. Dus ik ben blij dat ik van ze af ben. En dat heeft me ook gaan laten denken over wat vind ik nou eigenlijk belangrijk in het leven. En met wat voor mensen wil ik nu eigenlijk omgaan. Dus de superheld in jou maakt er ook geen geheim van, zeg maar. Weet je wel. Kom gewoon uit voor wie je bent en waar je voor staat. En dat hoeft ook niet heel agressief. Want als mensen het niet willen horen, nou, dan hoef je dat ook niet per se in hun gezicht te plaatsen, zeg maar. Bijvoorbeeld als iemand de laatste Star Wars film super ruk vindt, voor wat voor reden dan ook. En die kan het goed beargumenteren, is dat helemaal goed. En als jij de laatste Star Wars film wel heel tof vond, nou, dan kun je even goed met elkaar een biertje drinken over de dingen die je samen tof vond. Of gewoon met elkaar praten over wat je er niet tof aan vond. En als je dan verschilt van mening, kun je dat ook gewoon respecteren. Dus maak daar ook dan geen geheim van. Verder is dit gewoon een hele tof comic. Ik ga het toch nog eventjes over Todd McFarlane ook hebben. Het is een beetje een rant aan het worden, deze vlog. Maar dat heb je wel eens. Of een rant, eigenlijk gewoon een beetje een stream of consciousness. En dat soort dingen moeten ook gewoon kunnen, vind ik, in het leven. Zeker ook op YouTube. Want eigenlijk kun je gewoon alles doen met een vlog wat je wil. Dit is een hele leuke comic, want Peter en MJ die zijn in Californië, in LA. Want Peter een boek gaat signeren, Webs, een boek vol met foto's. Die hij heeft gemaakt van Spider-Man in actie. Maar hij stormt een zaal binnen. Waar een receptie is. Op zoek naar de Black Fox. En dan blijkt het. Mary Jane moet dan een smoes bedenken. Waarom Spider-Man en Peter Parker eigenlijk op dezelfde plek aanwezig zijn. Dus hij is hier om het boek Webs dan te promoten, wordt er gezegd. En dat levert onder andere deze gave illustratie op. Waarin Spider-Man handtekeningen uitdeelt. Aan de elite daar, zeg maar, in LA. Dat vind ik zelf een hele leuke scène. En tof getekend ook. Die tekeningen van McFarlane die zijn wat cartoonesk. En wat speels ook vooral. Maar heel erg, zitten heel erg leuke dingen zitten erbij. Hij is ook goed in de actie was hij toen. Het was toen echt de Spider-Man tekenaar wat mij betreft. En ik wou nog een paar dingetjes laten zien. Ook gewoon hele simpele plaatjes zoals dit. Kijk, hier zie je al duidelijk dat het ook wat cartoony is. Maar hele grappige dingen is dat. En ze zitten op een gegeven moment op het strand uit bij te komen, zeg maar. En Mary Jane zegt hier iets tegen Peter van dat hij niet het gewicht van de wereld op zijn schouder moet dragen per se. En ja, je kunt niet altijd de wereld redden. En vervolgens leidt ze hem goed af door naar het water te rennen. Wat ik ook zo mooi aan zo'n scène vind is dat Peter en MJ heel goed bij elkaar passen. Ze hebben elkaar echt gevonden. Ze zijn partners in crime, bij wijze van spreken. Want MJ die helpt dus in de vorige scène
En met een alibi bedenken waarom Spider-Man dan daar opeens opduikt samen met Peter Parker. Nou, om dat boek te promoten. Dus ook daar geldt eigenlijk voor dat je, dat ze elkaar gevonden hebben. Dat je echt iemand moet vinden die goed bij je past. En dat geldt zowel voor je partner als voor de vrienden met wie je omgaat. Het is echt, ja, het zijn echt hele belangrijke levenslessen. En het klinkt misschien een beetje als voor de hand liggend. Maar dat zijn dingen die ik wel zelf heb moeten leren in het leven in ieder geval. Dat je goed naar je instinct moet luisteren en kijken wie er wel en niet bij je past. Nog even wat plaatjes laat ik zien. Ik vind het ook wel tof hoe McFarlane de Prowler tekent. En je ziet duidelijk al sporen hier van Spawn. Spawn was toen nog niet bedacht in 1989. Misschien wel in het hoofd van McFarlane. Maar zeker nog niet. Er waren de comics nog uit. Dat was een paar jaar later. Er zit verderop een plaatje waar je heel duidelijk hier die cape kunt zien van de Prowler. Hoe groot dat ding wel niet is. En dat is echt duidelijk ook een Spawn ding, vind ik. Maar ik vind het wel heel gaaf. Die expressiviteit. En dit vond ik ook wel heel erg tof nog. Dit plaatje gewoon eigenlijk. Ik zou af en toe die plaatjes willen hebben. En dan zonder tekst erbij. En dan kan je dat gewoon inlijsten en aan de muur hangen, bij wijze van spreken. Mooie, mooie dingen. En deze moest ik heel erg om lachen. Want hij heeft hier de Black Fox vast. En dat is een oudere man die iedere keer laat Spider-Man hem weer gaan. Omdat hij nog onder rotsmoes heeft. Dat is de laatste klus die hij dan doet. Het is een meester inbreker. Want hij wil met pensioen. Maar toen ik dit zo zag, dit plaatje, dacht ik... Ah, dat is ook wel een beetje Batman, Christopher Nolan, Batman, swear to me, dat hij dat zegt. Dus het is dat dreigende uit. Ik geloof dat dat de eerste Batman Begins is, als ik het goed heb. Misschien is het een beetje onsamenhangend verhaal geworden, maar dit is wat ik vandaag even met jullie wilde mededelen. En dit is dus de spectaculaire Spider-Man 111. En dit waren de twee dames waar het eigenlijk mee begon. Ansloos. Later noemde zichzelf Anna Loos en Sigrid Lancaster op de stripbeurs op de stripdagen van 1988. Anyway, hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe willen jullie uitdragen dat je een geek bent of een liefhebber van iets? Draag je t-shirts? Praat je met mensen daar bewust over? Of heb je een vlog ook? Maak je vlogs erover? Of schrijf je daar blogjes over? Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarmee opgaan. Dus ik ben heel benieuwd of jullie daar kunnen laten weten in het commentformulier onder deze video. Dankjewel voor het kijken. En subscribe als je het leuk vindt. Ik heb wat subscribers erbij gekregen de afgelopen weken. Vind ik erg leuk. Erg ondersteunend is dat. Dat mensen het leuk vinden, die rants van mij en dat geklets over strips. Dus subscribe kan altijd. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.